Het vuur van de graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmid. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. Ja, heerlijk, toch? Ik heb genoten van alles. De hele wedstrijd, de inzet, het spel wat we gespeeld hebben. Het publiek. Ja, de supporters waren fantastisch vandaag. En ik was echt zeer content over de opkomst vanavond. Je zag ook echt dat iedereen ervoor ging zitten van wat gaat het worden. Ja, en ik denk dat we een avond hebben gezien die we lang niet meer gezien hebben op de Vijverberg. Ouderwets, inderdaad. Want hoe lang geleden is dit voor je gevoel dat we zoiets van jouw ploeg nu ook gezien hebben? Nou, dat was zwart-wit televisie volgens mij. Nee, het is heel lang geleden. En dat zag je ook aan de ontlading op de tribunes, bij de supporters. Ja, dan geniet je, dan krijg je gewoon kippenvel van. En op een gegeven moment gewoon oerend hart wordt gezongen door het hele stadion. Iedereen staat. Ja, dan zag je ook wat het bij de jongens doet. Dat geeft net even die extra kracht die er moet zijn. Ja, en dat je hem dan nog over de streep kan trekken, ja, dat is alleen maar hartstikke mooi. En waarom lukt het dan allemaal op deze avond? Ja, als je ziet wat voor arbeid we erin stoppen, dat is ongekend. En vanavond ging het ook nog met gepaard met goed voetbal. En een stukje veerkracht waar je u tegen zegt. He, want ik vond ons voetballend echt de betere ploegen op het veld vanavond. En alleen je ziet toch een kracht van Heracles waar ze goed in zijn. We hebben veel lengte voor de goal. En dan hadden we het wat lastig. En dan komen ze toch drie keer terug. En dan moet je toch over een bepaalde veerkracht beschikken. En dat vond ik vanavond wel heel sterk. Heb je er bewust voor gekozen om ook vanuit de eigen kracht te gaan spelen? Want ik hoorde Heerde zojuist zeggen, tegen PEC Zwolle hebben we ons aangepast, maar nu bewust eigenlijk niet. Ja, we hebben nu wel gewoon gezegd van dat wat we de afgelopen weken zijn ingestoken, dat willen we gewoon vasthouden. En niet te veel aan de tegenstander denken, gewoon ons eigen ding doen. Hey, je zal altijd bepaalde dingen moeten aanpassen aan de tegenstander, hoe ze opbouwen en dat soort dingen. Maar vanuit hetzelfde, het druk zetten en gewoon het opbouwen, gewoon wat we zelf willen. En laat de tegenstander maar aanpassen. En ja, dat kwam er vanavond wel heel goed uit, moet ik zeggen. Wat zie jij dan nog gebeuren de komende weken? Nou, ik hoop iets moois. Ik denk wel dat deze week met een hele moeilijke wedstrijd op maandag, maar ja, wij wel een historische zegen neerzetten op Jong AZ. Terwijl het best wel raar klinkt als je dat zo zegt. Alleen, dan hebben we wel gezegd van ja, vrijdag ligt er dan aan wat we aan die wedstrijd hebben gehad. En ja, dan zie je wel dus dat als je zo'n wedstrijd erop knalt, ja, dan ben ik wel benieuwd wat dat de komende weken gaat komen. Het moet nu wel een vertrouwensboost geven aan de jongens en de mensen eromheen. Ja, want heb je ook een soort van do-or-die gevoel gehad deze week? Want je weet, als je nou eigenlijk één van de twee verliest, dan is het seizoen zo'n beetje klaar. Ja, het was een hele cruciale week. En als je ziet wat je nu bereikt hebt, hè, je staat gewoon negende en je staat op vier punten. En alles leeft nog. En ja, met een gevoel waar ik denk van, ja, ik denk dat de jongens allemaal staan uit te kijken naar de laatste wedstrijden. En als je dan zo voetbalt, dan is het ook gewoon leuk om te voetballen. De moeilijkste vraag misschien wel, hoe hou je dit gevoel en de manier van spelen dan vast de komende weken? Ja, gewoon hetzelfde wat we de afgelopen week al doen. Hè. De hele sfeer rond het team is prima. Alles werkt volgens een bepaald plan. En dat straalt uit op de trainingen. En dat wordt nu ook betaald in een wedstrijd. En ja, dat is wel het vertrouwen moet je wel daarvoor verdienen. En ik denk dat de jongens dat zelf ook wel weten.